Breda Nu. Je weet het meteen. In de avenue kwam de Gouden Cirkel bijeen voor een boekje over de Haagse beemden. Er werd een exemplaar overhandigd aan wethouder De Bie en er kwamen sprekers om meer te vertellen over de geschiedenis en de kernwaarden van de Haagse beemden. Het landschap is primair. En in het gebied lagen een paar prachtige landgoeden op Burgt en IJzerhek. Die zijn verbonden tot een landgoed van zo'n 130 hectare. En dat is het midden geworden van de Haagse beemden. Wat is nou echt iets waar u trots op bent van de ontwikkeling die de Haagse beemden de afgelopen 40 jaar heeft meegemaakt? De hoofdlijnen van de Haagse beemden zijn goed uit de verf gekomen. En 40 jaar later kijk ik terug en dan zie ik, nou, het plan is eigenlijk blijkbaar toch een succes geweest dat dit gelukt is. Trots op sowieso inderdaad het groen. Dat vind ik heel fijn dat je overal inderdaad de kleine pleintjes hebt. En dat je inderdaad wil je ergens naar het groen, je bent er zo. En vooral gewoon de mensen, dat is iedereen die ik ken die in de Haagse beemden, die woont er eigenlijk nog steeds. Niemand wil weg en dat is voor mij het mooiste van de Haagse beemden. Ik ben trots wat we bereikt hebben, zeker in de Haagse beemden. Maar ik zou nog trotser willen zijn door nog meer te kunnen betekenen voor die wijk. Dat er nog meer leefbaarheid in die wijk komt. Want uiteindelijk daar doen we het voor. Onze doelstelling van de wijkraad is de leefbaarheid in de wijk. In de ruimtes in het woord. Oké, en staan er dan ook nog dingen op de planning om die doelen te bereiken? Nou, bijvoorbeeld de 150 kV-leiding die eruit moet, eigenlijk die er onder de grond moet. Dat is een van de grote projecten waar we mee bezig zijn. Of met de energietransitie, de windmolens die langs de A16 komt. Daarnaast hebben we onze kleinere zaken, zoals onderhoud van de wegen. De winkelcentra die dus op een gegeven moment onder druk staan. Nou, noem maar op, het hele gebied eromheen, het geluid, de fijnstof. Dat zijn allemaal zaken waar we als wijkraad mee bezig zijn. Wat is nou iets waarvan u achteraf denkt van misschien we toch net iets anders moeten aanpakken? Ja, kijk, ik vind de verbindingen bijvoorbeeld met de binnenstad zijn niet goed. De fietspaden moeten beter, de verbinding langs de markt moet beter. En de voorzieningen, ook voor de jeugd, dat moet veel beter. Maar dat kan. We zitten nu 40 jaar en de komende 10 jaar ga je nou weer werken aan die dingen die je nu niet goed vindt. Grote Broeg, het is dus echt een project voor en door jongeren uit de wijk. Dat vind ik wat het echt speciaal maakt. Het is bijvoorbeeld als Wim zijn leerpunt is om te presenteren voor een groep. Dan gaan we hem klaarmaken om te presenteren. Dus heel die presentatie maakt ons eigenlijk niet zoveel uit. Maar hij gaat er heel veel van leren. En dat is bij ons heel erg belangrijk. Alles is een leerdoel voor de jongeren in de wijk. Oké, en in de toekomst, 10, 15 jaar verder, misschien een leuke partner na haakslagen, wat kinderen erbij. Zouden jullie dan overwegen om een gezinnetje te starten in de Haagse Beemden? Ik zie Haagse Beemden een beetje als een heel groot dorp. Ons kent ons, vooral ik ben bijvoorbeeld projectleider Grote Zus, maar ik heb in de klas gezeten bij Wim. Het is echt een dorp, dus het zou kunnen. Ik zeker, dat plan heb ik al jaren in mijn hoofd, dus dat komt zeker goed. Breda Nu. Je weet het meteen.